Ik ben er dus afgevallen voor het eerst. Nou jongens, dit heb ik lang niet meegemaakt. Daar staat ze wel hoor. Want deze knul mag morgen mee naar tv-opnames. Ik weet niet of het leuk wordt. Wij zijn dus gevraagd of wij de Super Stable Show willen presenteren. Hoi allemaal. Welkom bij een nieuwe video van Equitality. Ja, we zijn weer terug op stal. Ja. En het wordt weer een vlog bij de paarden. En de zon schijnt weer nadat alles weer ondergelopen is afgelopen 2 weken. En het belooft beter weer te worden. Het wordt vandaag 23 graden. En wij gaan even lekker beginnen met een buitenritje. Want het was een hectische week. Ja. Met leuke dingen en minder leuke dingen. Dus wij gaan de paarden vangen, denk ik. Ja. Oké, Iris probeert City te vangen. Een taakje wat altijd best lastig is. Maar voor een paar seconden en dan ineens staat ze stil. Kijk. Ik snap het ook niet. Altijd moet ze eerst één rondje heel hard wegrennen en daarna komt ze weer naar je toe. Oké, ik ga toch wel mee. Is dit jouw humor, City? Doei, penis. Ja, ik vind hem maar smerig. Ik ook. Vieze beesten. Vies. Billy, ben je lekker alle haren aan het vreten? Gaat het? Oh, wauw. Ja, het gaat wel. Leuk dit, man. Lekker breien. Echt blij mee. Nou, we moeten alleen nog even de hoofdstelletjes op en dan gaan we. Ze waren echt super vies, want het is nu lekker die tijd van het verharen en ze waren lekker stoffig. En we moesten eigenlijk ook echt wassen, maar de temperatuur heeft dat nog niet echt toegelaten. Maar het wordt beter de komende week. Hoi, City. Dus Iris doet even de honden naar binnen. Ik ga even de hoofdstellen opdoen. En dan gaan we lekker naar het bos. Joehoe! We zijn onderweg. Nog maar net. En de zon schijnt. En ja, het is HDP. Nou, daar zijn we dan. Tussen de baby's en de mommies. Ja, altijd hier. Ja, dat zijn de baby's, City. Oh, lief. Hij ging een rondje rennen. Hoe kom ik hier? Oh, City gaat er naartoe, hoor. Geef dat kind even aan mij. Ja, lief. City is echt een mommy. Ja, dat is echt schattig. Ik vind het ook altijd zo schattig staan als die bloempjes in de wei. Ja, dat staat zo. Hoi. Oh, daar zijn nog paarden. Jurling. Ja, wat rustig. Oh, paniek. Oh, liefde. Oh. Hoe is het dan? Oei, jij had een weigering, begreep ik. Ik had een weigering. Voor de... Jeetje, wie doet dat nou? Ja, de weigering duurde ook 2 seconden. City was meer verbaasd dat ze moest schrikken. En toen was ze al te laat met schrikken, zeg maar. Toen ze het door had. Nee. Loser. Dus het moest er even uit. Jezus. Ja, toen ik in ging houden, zodat ik niet net als jij als een randdebiel die bocht doorging, toen dacht ze nee. En toen schoot ze zo weg en toen stopte ze weer. Toen was ze er weer aangesloten.
heb niet zoveel te vertellen eigenlijk. Oh, wat goed. Zo kan het ook gewoon. Behalve dat ik zweet terwijl ik mijn zomerjas aan heb gedaan. Maar deze is op de een of andere manier warmer dan mijn winterjas. Maar je hebt net ook heel veel inspanning geleverd. Ja, ik moest er helemaal van hoesten. Ja. Ja, daar krijg je ook warmte. Zit die gaat van de schrik net wat. Schrikken. Oh, Kitty gaat voorop. Ja, we gaan inhalen. Oh. Roosje ook net steeds meer afsnijden. Met haar hoofd tussen haar benen. Daar staat ze wel hoor. Oh. Nou jongens, dit heb ik lang niet meegemaakt. Ik ben voor het eerst in 4 jaar weer gevallen. Want Sitty ging bokken. En ze met haar hoofd tussen haar benen. En Iris is, oh god, vooruit gereden. En Sitty loopt gewoon heel langzaam. Maar ze loopt wel van ons weg. Dus ik probeer haar even in te halen. Ze is er. Gearriveerd. Wow. Geland in jouw DM. Oh. Gaan wij doen? Car. Mest. Karma. Stalpus. Karma. Leuk. Oké. Okay. Zin in. Nou, Nou jongens, we zijn weer terug van buitenrit. En we hebben gelijk de stallen leeg geschept. En Iris is nu eventjes het mestkarretje leeg. Maar ik wou jullie even bijpraten over de buitenrit. Want ik ben er dus afgevallen voor het eerst. Ik ben tussendoor een keer gevallen van de haflinger van deze video hierbovenin. Maar ik ben nog nooit van een van onze eigen paarden gevallen. En het kwam een beetje omdat er denk ik wat frustraties uit moesten bij Sitty. En dan gebeurt dat meestal op het zandpad. Alleen nu sprong ze echt omhoog de lucht in. Wat ik niet had verwacht. Dus ik was heel veel mijn balans kwijt. En daarna dook ze gelijk met haar hoofd tussen haar benen. En bokte ze dus ook. En de eerste keer zat ik nog. Maar de tweede keer bokken. Toen dacht ik, ja, daar ga ik. Maar gelukkig een zachte landing. En toen vroeg Iris hoe het ging. En ik stond eigenlijk gelijk weer op. En Sitty die stond nog naast mij. Waardoor ik, zeg maar, ik viel. En terwijl ik viel, wou ik zo de teugels grijpen. En toen greep ik net mis. En toen keek ze echt zo naar me. En toen dacht ze, nou, doei dan. En toen ging ze weg. En eerst een paar seconden draven. Of een galopje. Dat ik dacht, oh god, daar gaat ze. En echt na 10 seconden dacht ze, nou, dit was het wel weer. En toen ging ze stappen. En Iris die ging achter Sitty aan, want die vroeg hoe het ging. En ik stond dus gelijk weer op, dus niks aan de hand. Iris ging achter Sitty aan en Sitty dacht echt, oh leuk, we gaan verder met de buitenrit. En die had mij gewoon niet gemist. Die was gewoon heel rustig, zo een beetje rond aan het kijken. En ik liep daar maar zo achteraan te snel wandelen. En niks aan de hand. Maar goed, dat was weer een ervaring, jongens. Ken je wel gewoon dat moment? Ik was even dat gevoel kwijt. Dat je gewoon de grond dichterbij ziet komen. En dat moment dat je voelt en weet dat je gaat. Dat je denkt, nee, shit, I failed. Nou, dat had ik dus even. Maar ben helemaal oké. En was gewoon dom. Dom, ik had het even niet aanzien komen. Balans kwijt en daar lag ik. Morgen weer een nieuwe poging. Er zit weer nieuw vlas in de stallen. Het is een beetje donker. En ze hebben de wandjes weer een beetje vies gemaakt. Dus dat kunnen we in het voorjaar weer lekker gaan schrobben straks. En de chatties die hebben het heel netjes gehouden. Dus die hadden geen nieuw vlas nodig. Top. Hallo. Gaat ze hoor. Oh. Zo. Soepel. Hè. Wat zei jij net? Dat we dit snel hadden gedaan. Oh. Uurtje. En dat Minder. Betekent? 50 minuten. Dat we onszelf moeten belonen met eten. Ja, laten we even naar de winkel gaan. Oh, het is warm. Lekker. Nee, niet warm. Het is lekker. Ja. Zo moet het blijven. En de lucht is een beetje warmig. Ik weet niet eens meer wanneer ik dat voor het laatst heb gevoeld. Lekker meme. Ja. Wat gaan we nu doen? Peanut pakken en kijken hoe verwaarloosd we hem hebben. Oh. Iemand is moe van haar stunts. Die denkt, oh jee. Ik ga die nog een keer. Ja. Jij mag van je pensioen genieten. Jij hoeft niet meer zulke omgein. Hè? Oh. Oh, even een veeltje ergens uitgetrokken. Even vogelnest. Rosie, wil je jou kunnen we er wel bij hebben. Roos haar zultje laten zien, zou je dat kunnen zien? Oh, ja.
kom maar hier met. Ja, ja. Je ziet er helemaal niks van. Nou, ik heb ook helemaal geen hoef. Nou, kijk, daar is hij wel. Daar zit hij wel onder. Ik heb zoveel zand onder mijn navel. Jij krabt gewoon met je nagels. Ja, het is niet heel comfortabel, kan ik je vertellen. Kijk, en hier zit zo'n gel laagje tussen. En dit soort leertje inderdaad. En daartussen zit het ook. Oh, ja. Maar ze doet het goed met de zoltjes. Ja, ze doet het goed. Ze loopt goed. Dat is fijn. Ze is niet heel hard achter City aangerend vanmorgen. Nee. Nee, je bent goed bezig, hè? En ze eet ook weer een beetje beter. Want we moesten even stoppen met de Cushing-medicatie. En jeetje. Dat lijkt een beetje te helpen. En dat moeten we nu even een plan bedenken of het weer op gaan bouwen. Ik moet even overleggen met de dierenarts, die zie ik van de week weer. Iris en haar kudde. Wil je nog lachen? Leuk hoor. Leuk hoor, Peanut. Ik weet niet of het leuk wordt. Ligt eraan wat we gaan doen. Wil je vanavond vast in de trailer? Dan kunnen we morgen alleen aankoppelen. Nou, we gaan eerst eens even met de hark over deze poeder. De hark. Want? Want deze knul mag morgen mee naar tv-opnames. Wow. Samen met? Ons. En mee. Ja. Maar wij mogen ook op de tv. Ja, wij gaan namelijk presenteren. En daar zullen we kort vertellen wat... kunnen we kort vertellen. Maar we nemen jullie ook een stukje mee bij de... Ja, precies. Maar niet in deze video. Nee, in de volgende video. Er komt namelijk een nieuwe streamingsdienst, net zoiets als Netflix en Videoland. Alleen dan voor alleen maar paardencontent. En wij zijn dus gevraagd of wij de Super Stable Show willen presenteren. En dat is een makkelijk wegkijkprogramma voor als je s'avonds thuis komt en geen zin hebt om iets heel zwaars te kijken. En gewoon een beetje wil lachen en ook een beetje kennis op wil doen. Ja. En wij gaan dat dus presenteren, dus dat wordt wat? Informatief. Oh, en er komen ook hele leuke en bekende gasten. En daar mogen we nog niet veel over zeggen, maar we laten het jullie zeker weten als het zover is. En we nemen jullie ook mee behind the scenes. Maar wij zijn dus heel benieuwd hoe dat ons afgaat, want we presenteren natuurlijk wel voor de video's, maar niet echt voor iets groters en professionelers. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er wel veel zin in. En we brengen morgen de ponies vast en dan gaan we ook repeteren. En dan gaan we weer terug naar huis en dan de volgende dag moeten we de hele dag opnemen. Dus dat. Oké. Nou jongens, ik zit op de fiets naar Ernie. Want het is echt 500 meter of zo. En dan ga ik daar even de klusjes doen. En Iris komt mij zo helpen, maar we moeten voor morgen nog een paar dingen regelen. Dus dat is Iris nu even doen. En lekker bezig, Ernie. Nou, de waterbakken zijn bijna leeg. Die moet ik even vullen. Ja, ik weet het. Ik weet het. Er zit gewoon nog wat in hoor. Nou, de waterbakken zijn dus bijna leeg. Dus die moet ik even vullen. Ik moet Ernie's stal uitmesten. Winston's stal uitmesten. En Pony's stal uitmesten. En dan moet ik even hooi net vullen voor morgen. En hooi voor de stallen. En hooi voor vanavond. En hooi voor de ponies. En een beetje poep scheppen uit de bak en aanvegen. En ik heb een uurtje, want daarna moeten we weer ergens anders zijn. Dus ik hoop dat het lukt. Oh ja, want ik moet ook nog water vullen en dat duurt altijd best wel lang. Dus ik moet even opschieten, denk ik, als ik alles ook nog wil filmen voor jullie. Oh ja, stinkt het weer? Waarom doe je dit altijd? Oeh, wat heeft zij er? Hé, hey, niet doen. Het wordt gewoon helemaal afgenepperd, Lucky. Hier. Listen carefully, 'cause I got something to say. I feel us fading. Listen carefully, the stop is your rage. Stop is your rage.
bedankt. Graag gedaan. Voor de assistentie. Is het 30 graden? Het is hier wel warm, ja. Ja. Warmer dan bij ons, maar dat is open. Open wind. Open wind, ja. Hier zit je zo in de... Gesloten wind. Hey, smart. Jo. Wij zijn klaar. Wij gaan naar de volgende afspraak, hè? Anders heb ik wel. Ja. Let's go. Doei. Okay. Nou jongens, daar ben ik weer. Wij hebben net een heel leuk gesprek gehad over iets wat jullie hopelijk binnenkort kunnen vertellen. Maar dat is allemaal nog niet rond, dus dat ga ik gewoon nog maar niet vertellen. Maar het is wel zo goed als rond, maar we weten nog niet in welke vorm. Dus dat komt nog. Morgen hebben we dus de opnames en dan nemen jullie ook een beetje mee behind the scenes als jullie dat leuk zouden vinden. Maar dat wordt een andere video. En ja, voor nu wil ik jullie dus heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zien we jullie volgende keer. Doei!